De masterclass Ondernemen in Cultuur richt zich op wie werkt binnen een culturele organisatie in een functie op het snijvlak van een team aansturen, ondernemen en innoveren en wie overkoepelend meedenkt over het geheel en het beleid van de organisatie. Dat kan zijn als zakelijk of artistiek leider, algemeen coördinator, maar ook als je actief bent als afdelingshoofd of projectleider van een onderdeel binnen een culturele organisatie. Omdat een organisatie nooit op zichzelf staat, beginnen we op maandag met de bredere ontwikkelingen in de sector. Vervolgens passen we de nieuw opgedane inzichten toe op de eigen organisatie. Als je je als organisatie wil positioneren binnen het culturele veld, is het belangrijk om je missie helder te hebben. Wat drijft jou als culturele ondernemer en hoe stel je op basis daarvan je culturele verdienmodel op? Ik vond de cursus op een zeer aangename manier georganiseerd. Dus eigenlijk in de ochtend een inspiratiesessie, twee kleine lezingen met een pauze ertussen. Ook iedere keer was er ruimte om te discussiëren of om nog een beetje te blijven nahangen met de sprekers. De cursus heeft mij wel ook geïnspireerd om eigenlijk meer werk te maken van een soort van uitgeschreven nota van de visie en missie en ook eigenlijk het vooruitkijken naar een soort van komend vijfjarenplan. Ik zet voornamelijk echt in op de samenhang tussen al die elementen. Tussen het feit dat het aansturen van een huis niet alleen maar de verkokering is van dit is programma en dit is communicatie en dit is publiekswerking en dit is goed bestuur. Maar hoe dat je kunt zorgen dat je een evenwicht creëert tussen al die elementen waardoor dat het een het ander ook versterkt. We eindigen met een drink in het Kascafé en hopelijk veel nieuwe handvaten voor het maken van zakelijke keuzes.